In het laboratorium van de Universiteit Utrecht doet een team van wetenschappers van over de hele wereld onderzoek naar het gedrag van gesteenten in de diepe ondergrond. Mijn onderzoek specifiek richt zich op het begrijpen van compactiegedrag van gesteenten. En dan bedoel ik dus het inklinken van diepere gesteentelagen. Bijvoorbeeld door de productie van olie en gas of tijdens het injecteren van vloeistoffen voor CO2-opslag of voor geothermie. We doen experimenten in ons lab. Daarvoor hebben we een aantal verschillende apparaten die we kunnen gebruiken waarmee we de condities simuleren. Dus de krachten, de drukken, de temperaturen en de chemische condities die heersen in de ondergrond. En op die manier met experimenten kunnen we bepalen wat er gebeurt in termen van compactie. Die inklinking van de diepe ondergrond vindt in Groningen plaats in zandsteen. Dat bestaat uit korrels die aan elkaar geplakt zijn. Tussen deze korrels kunnen verschillende processen plaatsvinden. Zoals het elastisch samendrukken van die zandkorrels. En er zijn meer mogelijkheden. Door de verhoogde krachten die op de korrels uitgeoefend worden, kunnen ze breken. Het is mogelijk dat er drukoplossing plaatsvindt tussen de verschillende korrels, waardoor dat ze langzaamaan een beetje gaan oplossen. Het is mogelijk dat cement, wat de korrels bij elkaar houdt, of gaat breken of gaat oplossen. En tot slot, als zandkorrels een dun kleilaagje bevatten, dan is het mogelijk dat er afschuivingen of verplaatsingen tussen de korrels plaatsvinden over die kleilaagjes heen, of dat de kleilaagjes zelf gaan compacteren. En als we nu kijken naar het onderzoek wat we hier gedaan hebben, dan zijn we tot de conclusie gekomen dat dus het compacteren en de kleine verplaatsingen langs de korrels, dat dat de oorzaak is van de compactie in Groningen. Wij hebben ontdekt dat ongeveer de helft van compactie tijdens gaswinning permanent is. En dat die permanente compactie voornamelijk plaatsvindt door het samendrukken van micrometerdunne kleilaagjes die tussen de zandkorrels zitten. Ronald Pijnenburg heeft tot in detail onderzocht hoe de bodem in Groningen inklinkt. Hij kwam erachter dat als je de samendrukkende kracht weer zou verminderen tot het oorspronkelijke niveau, de helft van de samendrukking weer terugveert en de andere helft blijvend is. Het gedeelte dat terugveert, het elastische deel van de bodemsamendrukking, kan voor aardbevingen zorgen. Het permanent ingedrukte deel van de bodem heeft zijn energie al afgegeven en kan daardoor niet voor nieuwe trillingen zorgen. Nou, wat ik heb gedaan is een experiment uitgevoerd op een zandsteen waar we een gaswinning simuleren. En we hebben voor dat experiment en na het experiment een foto genomen met een microscoop van de microstructuur van de zandsteen, dus echt de korrels van de zandsteen. En in het vergelijken van die foto's kun je zien wat er verandert tijdens het experiment. Nou, hier zie je een foto, dus een chemische kaart van de zandsteen, waarin je alle korrels ziet in het grijs, dus dat zijn kwarts of zandkorrels. En daartussen in rood zie je dunne kleilaagjes. Een kleilaag is een enkele micrometers dik. Nou, vervolgens zien we een foto van voor ons experiment en na ons experiment. Je ziet hier twee zandkorrels en daartussen zit dus weer zo'n kleilaagje. En je ziet dat tijdens het experiment wordt die kleilaag ingedrukt. En dat zorgt voor de permanente compactie van deze zandsteen. Het onderzoek van Ronald Pijnenburg heeft ook duidelijker gemaakt wat er gebeurt als de gaswinning stopt in 2022. We hebben ontdekt dat een groot deel van de permanente compactie komt door het indrukken van kleirandjes en het verschuiven van kleirandjes tussen de korrels. En dat is een proces dat erg snel verloopt en waar we geen doorgaande compactie van hoeven te verwachten nadat we klaar zijn met gaswinning. Betekent niet dat er niet nog een ander effect plaats kan vinden die we op dit moment niet kunnen zien in onze experimenten. Simpelweg omdat onze experimenten zo kort zijn. Ze duren een uur tot maximaal een week, maximaal een paar weken. Maar niet tientallen jaren. En die tientallen jaren die zijn belangrijk voor Groningen. Dus over die tijdschaal zou er een heel langzaam proces ook nog plaats kunnen vinden, wat voor een klein beetje doorgaande compactie kan zorgen. Maar dat zal een minder groot effect zijn dan alles wat we tot nu toe hebben gezien tot het stoppen van gaswinning in 2022. Ik heb foto's vergeleken voor en na het experiment. En daarmee kan ik zien wat er is veranderd na het experiment. Maar het is natuurlijk nog mooier als je kan zien wat er gebeurt terwijl het experiment aan de gang is. En dat doen we op een andere manier. Ik ben er dus eigenlijk bijgevraagd toen Ronald al had ontdekt dat die kleilagen een belangrijke rol spelen in het compactieverhaal. Maar Ronald moest eigenlijk elke keer om die beelden te maken zijn sample uit de opstelling nemen en dan in een ander toestel stoppen om die beelden te maken.
Mijn opdracht was eigenlijk om beelden te kunnen maken van de zandstenen terwijl het experiment bezig is. En ook in plaats van in 2D, in 3 dimensies dat te gaan doen. Dus we hebben het onderzoek eigenlijk gedaan op dezelfde manier als wanneer je een bot breekt en naar het ziekenhuis moet gaan om een 3D-foto te nemen. Dus dat is met röntgenstralen dat we doorheen objecten kunnen kijken. Omdat we werken met gesteenten en niet met het menselijk lichaam, zijn we naar een instelling moeten gaan in Grenoble in Frankrijk, waar ze een deeltjesversneller hebben. En in die deeltjesversneller worden röntgenstralen geproduceerd die wij dan hebben gebruikt om doorheen onze opstelling te kijken waar dat het steentje aan de drukken wordt blootgesteld die in het reservoir ook aanwezig zijn. Dus we kunnen op elk moment in het experiment, bij eender welke druk dat we willen, kunnen we die 3D-beelden maken, terwijl eigenlijk voordien moesten we de stenen naar een bepaalde druk brengen, terug ontlasten, uit de opstelling nemen en die beelden in 2D-secties gaan maken. Maar wij kunnen dus eigenlijk op elk moment een 3D-structuur bekijken in ons gesteente tijdens het experiment. Dus we gebruiken dezelfde gesteente vanuit het eigenlijke reservoir, maar in plaats van op centimeterschaal te kijken, hebben wij deze kleine steentjes die 5 mm in diameter zijn. En die moeten eigenlijk zo klein zijn, want hoe kleiner het steentje is, hoe groter we het kunnen vergroten en hoe meer we dus eigenlijk zien. The data that I got from Ronald and Euro, they try to understand the grain scale behavior of the sandstone. And I try to put these behaviors in a computer model to make a digital rock. With these digital rock samples, we can generate numerous rock samples with different porosities, with different clay content, with different particle size. And then we can upscale these samples to the Groningen reservoir. Then we can see how much compaction we have and what would be the future behavior of the Groningen reservoir. As you've seen from Ronald and Jeroen's, the behavior of Groningen sandstone is really complicated. And this type of model is new for this type of rock. We couldn't use the existing model to model this rock. So we have to generate a new model for this type of rock. This makes this modeling unique. Dankzij dit model kunnen de experimenten worden gemodelleerd. Door de punten waar de zandkorrels elkaar raken met elkaar te verbinden, wordt een netwerk gemaakt dat laat zien hoe bij samendrukking de krachten worden overgedragen tussen de zandkorrels. Zo kan de verplaatsing en de krimp van elk zandkorreltje worden berekend terwijl het gesteente in het model wordt samengedrukt. Dit model kan voor allerlei verschillende samenstellingen van gesteente worden gebruikt. Wat we hier doen vormt de basis voor het maken van een model wat het gedrag van het gele gasveld kan beschrijven. Daarvoor moeten we eigenlijk van de centimeterschaal die we hier in het lab hanteren overstappen naar de meterschaal. Dat is de orde van grootte die we nodig hebben om een voorspelling te doen voor het gedrag van het gehele Groningen gasveld. En op die manier kunnen we ook horizontale en verticale variaties in bijvoorbeeld de hoeveelheid poriruimte, de hoeveelheid kleilaagjes en ook de dikte van de kleilaagjes kunnen we dan meenemen, zodat we een nauwkeurige voorspelling kunnen maken van de compactie van het Groningen gasveld.